De belofte van bevrijding, 1551-1913. Ze kwamen onze kusten binnen vanuit de verre landen van Constantinopel, Turkije, met de belofte de ridders van Sint John van Malta te confronteren. Hun beloften verdwenen toen de oude vijand vertrok, maar werd vervangen door een nieuwe vijand en een nieuw tijdperk van slavernij, dienstbaarheid en ontberingen onder hun Ottomaanse project dat Libië in een vazalstaat veranderde die hun koloniale project financierde met het bloed en zweet van ons mensen. Ondanks hun kolonialisme en misdaden, bleven onze burgers hun kolonialisme en hun misdaden onder ogen zien en weerstaan.